Op Kelfkes Bos in Nijmegen Centrum is vrijdagmiddag het tijdelijke bezoekerspaviljoen geopend. Het nieuwe duurzame gebouw staat volledig in het teken van Nijmegen European Green Capital. Chris, mag ik je uitnodigen om de stekker in het stopcontact te steken? Nou, welkom allemaal. Ik ben dus als bezoeker kom ik in Nijmegen. Ik kom hier aan en dan? Nou, dan word je hartelijk welkom geheten. Het is iedere dag open. Dan krijg je informatie over waarom wij Green Capital zijn. Nou, dat weten de mensen in de stad inmiddels. Maar we zijn rolmodel voor heel Europa. Dus er zijn heel veel mensen die daar belangstelling voor hebben. En daar kun je ook informatie krijgen over wat er verder te zien is in de stad en in de regio. En daar kun je informatie over krijgen. De inrichting is volledig van hergebruikt materiaal en de buitenkant is gemaakt van boomstammen. De zonnepanelen zorgen voor de energievoorziening. Iedereen die informatie wil over Nijmegen Green Capital kan hier een jaar lang terecht. En volgend jaar wordt hij dan weer afgebroken of blijft dit staan? Nou, dat is zo leuk aan dit paviljoen. Het is helemaal circulair, dus het kan worden afgebroken ergens anders op dezelfde manier worden opgebouwd. Dus het is nooit weg. Het wordt nooit afval.